Jansen is 75 jaar geworden en al heel lang een bekend fenomeen in de Eimond, wanneer het over muziek gaat uiteraard. Ruud, je speelt op Koningsdag in Beverwijk, een thuisconcert. Wat kunnen we verwachten? Wat wij eigenlijk altijd doen, hoofdzakelijk Beatles. Op verzoek ook van een van de mensen die eraan meewerkt. Doen we eigenlijk, we doen ook wel wat, een paar andere dingen, maar hoofdzakelijk doen we Beatlemuziek. En met wie speel je? Eigenlijk met dezelfde mensen met wie ik al sinds 2002 vast samenwerk. Paul Bakker op gitaar, Kees van der Laarsen op bas en Charles Dijf op drums. Je hebt al heel wat optredens in je leven gedaan. Dat moeten er honderden zijn geweest. En je bent natuurlijk wat aan het minderen de laatste jaren. Maar wat maakt dit optreden nou weer zo leuk voor jou? Nou, eigenlijk omdat het toch wel een soort van, laten we zeggen, traditie is dat wij met de band bij de Beverwijkse feestweek zijn. En vandaar, en we werden ervoor gevraagd. De jongens, we zijn natuurlijk officieel als band gestopt in 2016. Maar ik kreeg dus via een collega van me kreeg ik te horen van willen jullie daar spelen op Koningsdag? Ik zei ja, natuurlijk wel, leuk. Dus de jongens gepolst en die hadden er ook zin in. Dus vandaar. En daar zijn we er weer. Maar het zal waarschijnlijk bij één keer blijven, want we gaan dus niet meer regelmatige basis optreden. Die tijd hebben we gehad. Wat heel veel mensen weten is dat jij natuurlijk een muzikaal wonder bent achter de toetsen en op andere instrumenten. Maar wat mensen misschien niet weten, waar komt die muzikaliteit eigenlijk vandaan? Ik denk dat het mijn ouders beiden in redelijke mate muzikaal waren. Mijn moeder kon toch wel iets, een beetje op de accordeon terecht. En mijn vader op de gitaar en vooral op de mondharmonica. En die had voor de oorlog al een mondharmonica orkestje waar hij in speelde. Daar heb ik dus ook van geleerd. En ik kreeg op mijn vierde jaar, dat ik 4 jaar werd, kreeg ik mijn eerste mondharmonicaatje. En daaruit is het verder gekomen en er was eigenlijk nooit iets bijzonders aan de hand. Totdat ik op school, waar ik altijd nogal op tafel zat te trommelen en zo, dat men dacht van die jongen is muzikaal. En toen werd ik door de directeur van die school naar pianoles gestuurd en daar is het mee begonnen. En wie waren jouw helden op dat moment? Want toen was je nog jong. Nou, die had ik niet. Nee, ik weet gewoon, ik luisterde naar de arbeidsvitamine en de plaatjes die mijn ouders thuis hadden. En dat was gewoon een algemene staalkaart van, toch over het algemeen wat meer vooroorlogse muziek. En ja, dan ga je piano spelen en dan krijg je pianoles en dan maak je kennis met de klassieken. En dat heeft er wel voor gezorgd dat de klassieken toch wel favorieten waren op dat moment. Ik hield erg van de klassieke muziek. Ja, en dan op een zeker moment, dan breken de Beatles door. En dan ben je een jaar of 14, 15, maak je kennis met de beatmuziek en de Beatles en de Rolling Stones en dat soort dingen. Ja, en dan gaat de switch, dan gaat de schakelaar om. En dat wil niet zeggen dat ik nu de klassieken niet meer mooi vind, maar er kwam toch wel een hele belangrijk ding bij in de vorm van de popmuziek. Je speelt met je band het populaire genre, maar je vertelde net al, je houdt ook van klassiek. Ik las ergens iets over Bach. En ja, dat is behoorlijk klassiek. En hoe goed gaat dat eigenlijk samen? Dat gaat heel goed samen. Laat ik het zo zeggen, Bach is de basis. En doordat je Bach speelt, en ik studeer het ook nu gewoon dagelijks eigenlijk, probeer ik het een beetje bij te houden. En dan hou je in ieder geval de techniek op peil, die je dus in de andere muzieksoorten ook weer kwijt kunt. Wat maakt voor jou muziek zo belangrijk in je leven? Ja, het is voor mij een enorme uitlaatklep. Was het vroeger al. Als ik als kind op de school waar ik zat het gewoon niet zo naar mijn zin had.
dan was over het algemeen dat mondharmonicaatje zat in mijn broekzak. En dan even dat mondharmonicaatje pakken, even een paar liedjes spelen gewoon. En dan ging het weer. En dat heb ik eigenlijk altijd zo gehouden. En vanaf het moment dat ik naar pianoles ging, mocht, toen ik 7 jaar oud was. Ik was 9. Toen ik dus pianoles kreeg, toen werd dat eigenlijk toch wel een enorme uitlaatklep. Ik kon er heel veel gevoel in kwijt, ik kon er heel veel emotie in kwijt.